Good morning YouTube. Yo gasten, welkom bij team die. Wartunder. Dus ja. Nee. Jullie kijken vandaag naar Wartunder, jongens. Het is natuurlijk weer eens heel wat anders. Het is weer eens wat anders dan Call of Duty of natuurlijk Battlefield. Ja. Hey. Ik wil dit gaan uploaden in de toekomst. Ik ben bezig met het upgraden van mijn PC. Want zoals je nu ziet, af en toe is hij een beetje schokkerig. En ja, een beetje, dan gaat hij laggen en alles. Kijk, en als ik dan mijn PC'tje een beetje upgrade, dan moet het gewoon een stuk beter gaan. Dan moet het allemaal gewoon goed gaan. Dus ja, ik hoop gewoon dat het dan ook gewoon helemaal over is. En dat ik gewoon hele vette shit kan opnemen. Ik vind het totaal wel een heel leuk spel. Ik kreeg van een maatje Ben van me. Hij zei, Jeff, ik heb een mooi spel voor je. Dat moet je spelen. Dat is echt leuk om te doen. Want jij houdt ook van dat vliegen. Nou, van dat vliegen hield ik ook wel. En ik, nou, lijkt me wel leuk allemaal. En toen ik het geïnstalleerd, toen had ik zoiets van, what the fuck? Ik snapte er geen reet van. Ik vloog de andere kant op. Ik wist niet waar ik heen moest. Ik ging gewoon recht op de grond in. Weet ik het allemaal. Je moet het even doorhebben. Ook omdat ik gewoon geen PC-gamer ben. En hier ging ik ook de grond in. Maar goed. Het is gewoon super leuk om te spelen. Hij heeft het daarna. Ik heb het een paar keer gespeeld. En toen heb ik het afgesloten. Toen was ik er helemaal klaar mee. Ik wist mijn god niet wat ik moest doen. Toen kwam hij een keertje. Hij zegt, Jeff. Hij zegt, kom maar op. Hij zegt, we gaan het je even uitleggen. Want anders wordt het er niet. Nou, hij heeft het uitgelegen. En nou snap ik het een beetje. Hoe je moet vliegen. En waar je op moet letten. En weet ik het allemaal. Maar die gek, die weet gewoon precies welk vliegtuig wat is. Welk vliegtuig je van voren kan aanvallen. Welke juist niet. Welke je moet benaderen van de achterkant. Welke je moet benaderen van onderaf of bovenaf of weet ik van wat. Weet je? Het is gewoon super vet. En ja, er zijn natuurlijk ook vliegtuigen die moet je gewoon mijden. Die moet je gewoon weggaan. Of je moet gewoon met z'n drieën moet je erop stuiven, weet je. En gewoon killen die gozer. Maar goed, het is gewoon echt een hele leuke, ja, game eigenlijk om te spelen. Het is gratis. Dus dat is ook helemaal leuk natuurlijk. Je kunt het gewoon downloaden op Wartunder. Google gewoon even. Volgens mij is als je gewoon indrukt gewoon Wartunder en dan download of zo, dan vind je hem ook wel. Maar hij heeft het bij mij allemaal gefixt. Er is laat is er nog gewoon. Jezus. Ik heb van die schuimpjes gegeten, jongen, die in je in die pepernoten zitten. Maar dat slaat helemaal op mijn strop, joh. Ik moet het nooit meer hebben. Wat een bende. Ik kan niet eens normaal praten, man. Wacht even hoor. Ik had het zo een stuk beter doen. Nee, maar goed. Laatst is er een patch geweest. En ja, dan krijg je nieuwe vliegtuigen, kon je er kopen. Je kan ook met tanks rijden en dat soort shit allemaal. Ze hebben die geluiden dus aangepast. Nou, ik vind het allemaal vet klinken. Je kan je vliegtuig pimpen. Je kan hem upgraden. Je kan er gewoon kanonnen onder zetten. Je kan er bommen onder hangen. Zodat je die kan laten vallen op hun basis en dat soort shit allemaal. Je kent zo alle Jezus veel met deze game eigenlijk. Ik weet nog niet eens precies wat. Ik speel het nou heel even. Het zal zijn, 2-3 weken of zo. Maar ik weet nog niet echt wat, wat je er allemaal mee kan, weet je. Je kunt allemaal, ook allemaal trucjes aan de hand halen. Als ze achter je zitten, dat je ze gewoon kwijtraakt, weet je. Dat, is, ja, dat zijn allemaal vette dingen. Ik vind het erg leuk. Ik heet op dit spel, heet ik Team Dief. Laagstreepje, Jeff. Heb jij ook dit spel? Speel je dit spel? Of ga je hem gewoon downloaden? Wil je gewoon meespelen? Dan kan dat. Voeg me gewoon toe. Daar in de game kan je me toevoegen. Ik weet niet hoeveel vrienden je kan doen. Maar het is natuurlijk wel super vet. Als je gewoon met z'n allen kan spelen. Dus ja, ik moet even kijken. Is het nou zo dat je maar 10 of 20 mensen aan kan nemen? Dan zal ik eens in de zoveel tijd zal ik mensen eruit gaan halen. En dan zodat het ruimte gemaakt kan worden voor anderen die ook mee willen spelen. Maar ik denk niet eens dat het zo heel erg bekend is eigenlijk. Denk ik zo. En ik moet zeggen, het ziet er echt vet uit. Ja, nu ziet het er niet zo heel erg mooi uit. Want ik heb hem echt op lage shizzle heb ik hem staan. Maar zo direct ga ik een nieuwe videokaart kopen. En moest nog geheugen kopen. Dat zei Jochem. Ik weet even niet hoe zijn account was van zijn YouTube. Maar Jochem die zei het van, Jeff, je moet dat en dat hebben, dat moet je kopen. Dus dat ga ik even doen. En dan is het allemaal spik en span.
Dan kan ik dit spel ook spelen in movie. Weet je, dan zie je het echt gewoon super mooi. Zie je die bomen en die vliegtuigen. En dan wordt het alleen maar mooier en beter. Betere schaduws, betere lichtval. Het wordt gewoon super gaaf dan. Dit is wat ik wil gaan uploaden. Dit ga ik dan live uploaden. Of tenminste opnemen. Daaruit ga ik de vette stukjes ga ik dan knippen. Zodat ik het aan jullie kan laten zien, weet je. Het is hetzelfde een beetje als gasten die dat doen met dat FIFA. Ze spelen 90 minuten. En eigenlijk laten ze maar 5 minuten zien. Nou, dit wil ik ook gaan doen. Maar dan met dit spel. Dus dan haal ik alleen echt de vette kills of de deaths of weet ik wat. In ieder geval de stukjes waar wat gebeurt. Ja, dat laat ik gewoon aan jullie zien. Het is een hoop editwerk, maar dat maakt niet uit. Zo direct heb ik ook gewoon mijn PC gepimpt. Hè? Geupgrade heb ik hem dan. En dan kan ik ook gewoon beter editen. Dus zo direct ook voor het tweede kanaal, want daarvoor doe ik het eigenlijk. Ga ik hem ook upgraden. Zodat ik gewoon beter kan editen. Want nu is het zo, als ik veel overlayers gebruik en dat soort shit allemaal. Een overlayer is van die ingangen en weet je wel, in- en uitveden en dat soort shit. Kleuren en weet ik het allemaal. Dus dat kun je allemaal over je video's heen gooien. Maar dat, wat wou ik nou zeggen. Als ik dat nu doe en ik doe dat heel veel en heel veel heb ik geknipt. Dan wil hij nog wel eens gaan hangen, weet je wel. Dus zo direct is het allemaal gewoon goed. Als het goed is. En dan kan ik gewoon goed editen. Ik kan goed dit spel spelen. Dus het is nog even een beetje toekomstmuziek. Maar als het goed is, ga ik het van de week bestellen. En dan heb ik het ook van de week in huis. Dus als ik het dan van de week in huis heb, ga ik het ook van de week inbouwen. En als ik van de week ingebouwd heb, dan ga ik het van de week spelen. Als ik van de week tijd heb. Dus. Ja. Het is echt een vette game. Ik vind het gewoon, weet je, ik ben na 3 jaar of 4 jaar MW3 ben ik het gewoon zat. Ik had het net nog even zitten spelen. Ik wou gewoon eens wat nieuws. En dit is ook gewoon wat nieuws. Volgens mij, ik weet het niet zeker, kan je dit ook van de PlayStation krijgen, weet je wel? Nou, super vet. Maar ik speel het op de PC. En ja, ik zou zeggen, gooi het gewoon in de reacties. Als jij zegt van Jeff, dit is vet, dit is leuk, of het is weer eens wat nieuws, ik wil hier meer van zien, laat het me dan weten. Dan ga ik het uploaden. Als ik heel weinig reacties heb en heel weinig likes, zal ik het ook niet gaan uploaden. Want dan is het gewoon zonde van mijn tijd en energie die ik erin stop om een vette video voor jullie te maken terwijl het niet bekeken wordt. Dus, laat het gewoon achter in de reacties. Ik weet dat jullie allemaal gewoon kotspelers zijn. Ik weet dat jullie allemaal gewoon voor de Battlefield hier aanwezig zijn op dit kanaal. Maar laat het gewoon weten. Het lijkt mij gewoon super leuk. Ook gewoon lekker gewoon een avondje of zo weer met subs te spelen. Maar dan War Thunder. Weet je, dat is gewoon super leuk als je het met elkaar kan doen. Want dit is ook zo. Hoe meer mensen jij dit speelt, hoe leuker het is natuurlijk. En dan kun je elkaar gewoon echt helpen. Het laatste stukje, dan zal ik er wat muziek onder zetten. Hè, want ik ben een beetje uitgeluld. Ik heb pijn in mijn strot. En ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Drop gewoon je reactie. Als je het niet leuk vindt. Of je hebt zoiets van, Jeff, van mij hoeft het niet. Laat het me gewoon gerust weten, weet je. Even goede vrienden. Zeg gewoon in, Jeff, voor mij hoeft het niet. Lijkt me niks aan. Of het is niks aan. Of zet er een reden neer. Maar zet er niet bij. Saai, dislike, weet je. Dan heb ik gewoon niks mee. Dan heb ik er niks aan. Maar zet dan gewoon neer van waarom het niet leuk is, weet je. Dan is ook weer leuk om even te lezen. En het is gewoon, ik weet precies wat je dan mee bedoelt. Volg me ook gewoon op Twitter, dan blijft van alles een beetje op de hoogte. Ik moet het ook gewoon vaker gaan gebruiken, Twitter, want ik gebruik niet zo heel erg superveel. Maar ik moet het wel weer gewoon een beetje oppakken, weet je. Ook op Twitter en zo. Maar goed. Ik zou zeggen, jongens. Tot later. Ciao. En dit is nog een beetje veel. Ja, down, down, down. Dag.
put more pressure on the enemy. They're winning.